We kijken naar arbeidsmigratie en arbeidsmigratie is het verhuizen voor werk. Je gaat in een ander land wonen. Je gaat in een ander land wonen en werken. Maar je zou natuurlijk ook binnen Nederland aan migratie kunnen doen. Alleen dan is het geen arbeidsmigratie, want binnen het land spreek je niet van migratie. Migratie wil echt zeggen dat je over de grens gaat. Dus over de landsgrens. En er zijn een aantal voorbeelden die je vaak hoort. Voorbeelden. Bijvoorbeeld vele Polen die in Nederland komen werken. Er zijn veel Nederlanders die in de jaren 50, naar Canada of Australië zijn geëmigreerd om arbeid te vinden. Dus dat waren ook grotendeels arbeidsmigranten. Wat kunnen de redenen zijn? Hoger loon, er is werk, in sommige landen is heel weinig werk voorhanden en dan kan dat voor mensen uit bepaalde landen een prikkel zijn om daar naartoe te gaan. En je moet ook rekening houden dat binnen de EU is er vrij verkeer. Van arbeid, kapitaal. Arbeid, kapitaal. En nog veel meer. En dat betekent dat mensen uit welk EU-land dan ook binnen heel de EU kunnen en mogen werken. Ook diploma's, die zijn in principe overal geldig. Diploma's zijn gewoon geldig. Dus als je een Nederlands diploma hebt, dan is dat ook geldig in een aantal andere landen. Dat moet in principe aan dezelfde voorwaarden voldoen. Arbeidsmigratie is het verhuizen voor werk. Nou, een aantal voorbeelden. Polen die in Nederland komen werken of andere EU-inwoners, maar ook Nederlanders die in de jaren 50 naar Canada of Australië zijn verhuisd. Wat kunnen de redenen zijn? Een hoger loon natuurlijk, of er is werk. In sommige landen is heel weinig werk voorhanden en dan gaan mensen op zoek naar andere mogelijkheden. Nou, binnen de EU is er vrij verkeer van arbeid, kapitaal, maar ook van diploma's mogelijk. En dat wil zeggen dat het voor EU-bewoners dus makkelijker is om in een ander land te gaan werken.